Hartelijk welkom op het Kalsbeek College, locatie Schilderspark. Een school waar leerlingen veel kunnen kiezen en verantwoordelijkheid krijgen. Wij leiden onze leerlingen op om als kritische en zelfstandige wereldburger het beste uit zichzelf te halen. Het is gewoon gezellig hier. Iedereen heeft een goede klik met elkaar. Het is ook gezellig met docenten die af en toe grapjes maken. En wat ik zo leuk vind aan Kalsbeek is dat je een heel eigen bruggebouw hebt. Je hebt daar pauze, de meeste van je lessen en je eigen kluisje. Vanaf de brugklas heb je een mentor die jou goed kent en begeleidt. Zij is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders en is makkelijk te bereiken via de Kalsbeek-app. Een mentor die is er echt om de leerlingen echt wegwijs te maken binnen de school. Dus in het begin van het jaar besteden we echt aandacht aan elkaar leren kennen, hoe gaan we met elkaar om. En daar loop van het jaar gaan we ook echt met plannen aan de slag, dat soort dingen allemaal. Huiswerk, daar moeten we het ook even over hebben. Je krijgt in de les regelmatig de tijd om huiswerk te maken. En het huiswerk plannen, dat doe je met de Plenda. Plenda is een planner en een agenda tegelijkertijd. Je kan je vakken erin schrijven, maar daaronder kan je je huiswerk ook inplannen. Op locatie Schilderspark volg je een gymnasium, ateneum, HAVO of HAVO 6 opleiding. In welke brugklas je start hangt af van het advies van je basisschool. Ik zit op HAVO VWO brugklas. En dat is heel erg makkelijk, want dan kan je aan het einde van het jaar kiezen of je naar HAVO of VWO wil en welke voor jou best past. Nou ja, helemaal zelf kies je dit natuurlijk niet, maar we kijken altijd waar jij het beste op je plek zit. Tijmen heeft voor het gymnasium gekozen. In de brugklas krijgt hij leuke vakken als Latijn en Mythe en Werkelijkheid en het jaar erna Grieks. Ja, omdat ik het leuk vond om oude talen te doen, ik was daarin geïnteresseerd. Dat is altijd handig, stel je voor je wilt het later nog nodig hebben. Ook voor HAVO en HAVO 6 leerlingen bieden we interessante vakken en uitdagende programma's. Onze HAVO 6 opleiding is best wel bijzonder. Flora en Vianne zitten er helemaal op hun plek. Bij HAVO 6 haal je je MAVO en HAVO examen in 6 jaar. HAVO was te moeilijk voor mij, dus ik dacht HAVO 6 is een goede, want dan heb ik toch een jaartje langer om gewoon op een rustig tempo te gaan. Jouw groei staat centraal. We helpen je om te ontdekken waar jouw talenten en interesses liggen. Dit doen we met maatwerk binnen en buiten de lessen om. Geef je graag je mening, dan is het debatteam misschien wel iets voor jou. Wil je uitdaging in vakken als natuurkunde en biologie? Kies dan voor het U-talentprogramma dat we samen met de Universiteit van Utrecht aanbieden. Als je Engels op een hoger niveau wilt doen, dan kun je net als Ivo Cambridge English volgen. I thought it would be very like handy on my resume later in life. Because it shows that you are willing to go the extra mile in your school career. Nog even over maatwerk. Als je er voor een bepaald vak goed voor staat, dan kun je je opgeven voor een traject op maat. Je mag dan een lesuur van dat vak inruilen voor iets anders dat je heel graag wil doen. Net als Misha. Ik heb een uur Frans ingeruild voor techniek en ik zou het echt aanraden, want je hebt er echt heel veel plezier van. Misschien ben je wel een voetballiefhebber en wil je, net als Ise en Laurens, naar de Kalsbeek Voetbalacademie. Hier krijg je de mogelijkheid om tijdens school een paar uur per week aan je voetbalskills te werken onder leiding van ervaren trainers. Ik vind de voetbalacademie heel leuk. Je leert heel veel nieuwe trucjes, bijvoorbeeld de schaar en je snelheid en je paas of de overstap. Eigenlijk leer je alles wel bij de voetbalacademie. Daar kun je gewoon ook even lekker losgaan. Als je gescoord hebt, ook nog wel een leuk overwinningsdansje doen. Als de oorlog komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? En als je net zo muzikaal bent als Ilse en Lise, dan kun je shinen in de schoolband. Het is echt heel gezellig. Ja, we treden op met het kerst en met het zomerconcert. Ons programma zit boordevol excursies en activiteiten. Van het sportiefste brugklastoernooi tot een excursie naar de haven van Rotterdam. En in de brugklas ga je na een paar weken op kamp. Dat is heel gezellig. Dan doe je heel veel spelletjes met elkaar en je leert elkaar echt heel goed kennen. Bij ons werk je niet alleen uit boeken, maar gebruik je ook een laptop. Om een instructiefilmpje te bekijken, samen te werken aan een opdracht of om alvast je huiswerk te maken. Boeken zijn fijn om uit te leren, want dan heb je toch het gevoel dat je meer leert. Maar de laptop, daar zit alles op. Je kan spelletjes spelen, filmpjes kijken, maar je kan ook leren en dat is ook fijn. En zo kunnen we je nog veel meer vertellen. Over de uitwisseling met een school in Polen, onze christelijke identiteit, de gezonde schoolkantine of de conciërges, de ogen en oren van onze school. Maar het beste is,
Kom een keer bij ons kijken, want als je hier rondloopt, de sfeer proeft en vragen stelt, dan weet je of het Kalsbeek iets voor jou is. Hopelijk tot snel.